We zijn vandaag toe aan het vierde en laatste concert van Klassiek Leeft Vurig, editie 2024. En ik kan toch wel zeggen dat het een geweldige maand februari geweest is. Terwijl het buiten nat en koud is, kunnen we hier gezellig in de warmste kerk van Europa en omstreken, zou ik zeggen, heerlijk genieten van de gastvrijheid en het beste van onszelf geven. Het is natuurlijk heel fijn als je dat kan doen met een geweldige partner als het Athanérès Ensemble, een orkest met enkel strijkers uit het Leuvense. We kennen elkaar goed. Het is één grote vriendengroep op het podium vanavond en ik kijk er naar uit om samen met hen een mooi orgelpunt op deze editie te zetten. Wij brengen vanavond hier het programma Gordofoon, verwijzend naar de groep instrumenten die op het podium staan natuurlijk. Eerst en vooral hebben we de strijkers van het orkest en daarnaast hebben we de geweldige Chris Mane Straight Strunk Parlor Grand, een hele mond vol voor een geweldige piano waar het repertoire van vanavond ontzettend mooi op klinkt. Eerste pianoconcerto van Bach, een stuk met vooral heel veel virtuositeit in de hoekdelen, eerste en derde deel, dat raast maar door en die worden dan afgewisseld met een heel mooi traag tweede deel, heel empathisch, meevoelend, haast op het romantische af. De groep instrumenten worden gordofonen genoemd omdat dat eigenlijk allemaal instrumenten zijn waarbij de geluidsgolven worden veroorzaakt door trillende snaren. En dat heb je natuurlijk zowel bij strijkinstrumenten als bij een piano. We sluiten de editie Klassiek Leeft Vurig 2024 af met de Rhapsody in Blue van George Gershwin. Dat is een heel speciaal moment toch wel. Enerzijds omdat het laatste werk is dat zal klinken tijdens deze editie, maar ook omdat we het 100-jarig bestaan van het werk vieren. Het werd namelijk gecreëerd door George Gershwin himself in New York City op 12 februari 1924, dus bijna dag op dag. Dan zitten we hier 100 jaar later. Ik zou zeggen, voor de mensen die reikhalzend uitkijken naar de glissando aan het begin van het werk, die wordt vakkundig overgenomen door onze geweldige altviolist-aanvoerder van Athanérès. En ik denk dat de mensen wel een klein lachje zullen moeten onderdrukken aan het begin van het stuk, want het is heel geestig. En het is uiteindelijk ook iets dat George Gershwin in het stuk heeft mee opgenomen toen hij het aan het repeteren was en de klarinetist van dienst eigenlijk een grapje maakte. En hij vond dat zo geweldig dat hij het eigenlijk in de partituur nadien heeft overgenomen. Dus daaraan hebben we dat te danken. Thank you.
Het is een werk in één deel met uiteraard heel veel jazzy invloeden. Een werk geschreven op vraag van Paul Whiteman, een bekende Amerikaanse orkestleider in die tijd. En er bestaan verschillende versies van. Je hebt de versie voor piano en blazers orkest, jazzband. Je hebt de versie voor piano en symfonisch orkest. En dan hebben we natuurlijk ook de versie van vanavond, die van Louis Sauter, dat we vanavond zullen spelen voor piano en strijkensemble.